Yep, en die zijn vertrokken. Arjan van Toren. Met de gelijk erbij, Ruud en Ossos, Jij Hoogveld. Hendrik Verstraeten. Ja, dat is wel voor de terug. En dan moet je hier helemaal naar buiten gaan natuurlijk, want dan mag je achteraan aansluiten. Dag, goed, vanaf de 80 Arjan van Toren. Hendrik Verstraeten. Achter de Verstraeten. In onze volgestraten hebben we Jeffrey Gosens, Alexander van Zonden, 287 van Josje van Ietersson. De Jeffrey Hoog, de 817 van Ruud de Dostorst. Je kunt wel terugsnellen, hè? Arjan van Toren, Hendrik de Straten, Jeffrey Gosens, Alexander van Zon. Dan is het Josje van Ietersson. Die rijdt voor de Jay Hoogveld. Dat is ook heel erg knap natuurlijk om dat te doen. Leidelijk in de wedstrijd, een ander van Bachthoven als de 80. Arjan van Toren, Hendrik de Straten. Jeffrey Gosens, Alexander van Zon, Ruud de Dostorst, Josje van Ietersson, Jeffrey Hoog. Dan is het Jay Hoogveld. Terwijl de koploper hier bij de Rome aan ons voorbij komt, is het op de laatste plaats met starten nummer 269, Jasper Wiegers. Alexander Rupert, dan is natuurlijk Arjan van Toren aan de leiding. Hendrik Verstraeten, Jeffrey Goosjes op de derde, Rutte Dostorst op de vierde, Alexander van Zonden op de vijfde, dan het autocross team, last minute, Jay Hoogveld aan de binnenzijde bij Josje van Ietersson. Dan hebben we de 212 van Jeffrey Hoog en Jasper Wiegers met de 269. Ah, nee, binnen. De 5 ronde. Waar we dus nog steeds hier Arjan van Toren aan de leiding hebben. Met op de tweede plaats startnummer 174 Hendrik Verstraeten. Jeffrey Gaussens op de derde. Rutte Dostorst op de vierde. En Pino Alexander van Zon staat nummer 24 op de vijfde. Dan is het Jay Hoogveld. De 212 van Jeffrey Hoog voorbij aan Josje van Ietersson. En ook Jasper Wiegers nog steeds de rode lantaarn. Arjan van Toren, Hendrik Verstraeten, Jeffrey Gaussens, Rutte Dostorst. Dan is het Alexander van Zon en de 233 van Jay Hoogveld. Voor de 212 van Jeffrey Hoog. Josje van Ietersson en de 269 Jasper Wiegers. Op het binnenterrein alweer vertrokken Arjan van Toren, de leider in de wedstrijd. Hendrik Verstraeten, Jeffrey Gaussens, Rutte Dostorst. Met het daarachter Jay Hoogveld, Alexander van Zonden, 212 van Jeffrey Hoog. Josje van Ietersson. En de laatste, Jasper Wiegers. 3 hele ronden. Voor deze heren, inclusief dames. En dat betekent dat voor deze man nog 2,5 ronden te rijden zijn. Starten nummer 8 voor vanaf de 80 Arjan van Toren. En er is de tafel nog steeds op de tweede plaats. Jeffrey Gans is op de derde. Rutte Dostorst op 4. Jay Hoogveld op de vijfde. Gevolgd door de 212 van Jeffrey Hoog. Alexander van Zon. Josje van Ietersson en de 269 Jasper Wiegers. Arjan van Toren, nog 2 ronden te rijden. Hendrik Verstraeten, Jeffrey Gaussens, Jay Hoogveld en Ruud de Dostorst. Jay Hoog, Alexander van Zon, Josje van Ietersson en de 269 Jasper Wiegers. Als Arjan van Toren, dus de aanvoer van ons voorbij komt, mogen we meegaan de laatste ronde. Starten nummer 888 aan de leiding, daarachter is gewekt. Tussen de 174 Hendrik Verstraeten, de 880 van Jeffrey Gaussens, Ruud de Dostorst, Jay Hoogveld en de 212 van Jeffrey Hoog. Alexander van Zon met de 24, de 287 van Josje van Ietersson en de 269 Jasper de Wiegert. Peace of the cake, Arjan van Toren, de leider in de wedstrijd, gaat de laatste meters voltooien. Met op de tweede plaats is het 174 nog steeds. Hendrik Verstraeten, Jay Hoogveld naar P3, Jeffrey Gaussens, Ruud de Dostorst en de 212 van Jeffrey Hoog. De winnaar is inmiddels afgelacht, het is deze Arjan van Toren. Tweede is het Hendrik Verstraeten, Jay Hoogveld, Jeffrey Gaussens.
En de 212 op P5, Jeffrey Goossens. Hoppa, hij rijdt gewoon nu, hè. Hij rijdt gewoon nu, hè. Hey.